Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Soul Link met Sander van Gaming SB. Hij heeft weer wat voorbereid. Gaat hij in deze video knippen is de vraag. Had je een schade in je hand? Ah, hoe raad je het? Is dat je wapen? Nee, oh ja, je weet nog steeds niet wat mijn wapen is. Ik stop trouwens vanaf hier met de speedbutton. Jij kan hem nog wel even gebruiken totdat je mij hebt ingehaald. Want jij moet de volgende encounter doen, namelijk in route 4 ring. We kunnen de route 4 encounter ook bewaren totdat we klaar zijn in Castelia. Dat we ja, dat denk ik. Ik denk dat we nu beter eerst die naar dingetjes de sewers kunnen doen. Hier okay, krijg je toch die experience share. Ja. Yes. Lekker baby! Nee, daar ben ik wel erg blij mee. Mooi zo. Yo, ik heb weer honey. Honey, I'm home. Nice. Moet ik nu eerst hier naartoe, toch? Nee, je moet eerst naar de gym leadering. Ja. Of naar de gym in ieder geval. Je hebt net ook een fietsing gekregen. Dat was niet wat ik wilde. Dit is niet de gym. Oh, hier krijg je volgens mij ook nog zo'n TM. Ja, dan moet je wel vechten. Of niet? Oh, nee. Nee. Nou, dan ga ik dat even doen tussendoor, want ik wacht hier toch. Ja. Kijk, ik heb dat al gedaan. Op iets goeds. Ik had nu slack off, dus misschien dat jij nu ook iets goeds krijgt. Magical als ik is wel okay. Als we deze eventjes hadden kunnen omwisselen, had ik heel fijn gevonden. Als je Magical Leaf had. Ja. Ja. En jij slack off. Ja, maar ik ben nou, slack off niet. Ja, ik ook niet. Come on, look this way. Ja, ik weet het. Zendring is weer bij, kabooming. Ik ben trots op Sander. Ja, dat snap ik. Welke Pokémon? Oh, we hebben Pokéballs, hebben we Pokéballs, hebben we Pokéballs, hebben we Pokéballs. Ik heb geen Pokéballs volgens mij. Ik kan beter nu wat meer zo blij dat Great Balls kopen. Dan. Ja. Want. Ik. Ja, dat. En je hebt nog een Big Pearl die je kan verkopen. Ja, daarom. Dat was vooral en wat ik wilde zeggen. Je hebt nog helemaal niet naar je tweede Marty gekeken. Oh, nee. Nog niet. Oké. Okay. Smokeball. Niet zo heel goed. Adamant Orb. What the frick? Grip. Claw. Boeie Tiny Mushroom. Stardust. Ja, heb je niks aan. Quick Powder? Oké, dit zijn echt kut items. Ja. Yeah. Je had tenminste nog één leuk item bij zitten. Die Flame Stone. Firestone. Firestone. Kijk, ik wacht even, want jij bent voor de eerste encountering. Nee! Dat hebben jullie niet gezien. Wat is die encounter? Snowrunt! Ik ben best blij met een Snowrunt eigenlijk hoor. Want ice is echt mijn weakness. Oh, hij heeft eindelijk een Pikachu. Hij is happy met zijn Pikachu. Oh, jij moet sowieso voor de Machamp gaan. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja. Wat wil je dan? Een Pikachu? Die moet je ook met Friendship helemaal evolven. Klopt, of had jij? Raichu is wel goed. Oh, ik
Ik denk dat hij een van de guys gaat killen. Dat geeft oh, niet. Oh, hij kan opeens Magical Leaf. Oh, hij gaat wel op de Pichu. Kut, ik ben mijn counter kwijt, denk ik. Want hij one-hit KO'd door een crit die Pichu. En nu moet ik Psybeam op mijn champ doen. Oh, nee. Yes. Nice. Oké. Okay. Alleen nu moet ik... Hij deed veel te veel damage op mij. Ik moet switchen, dus ik kan geen Pokéball gooien dan. Nee, maar dat geeft niet, want de rest kan toch wel... Ja, Bug. Ja. Bug resist. Ja, ik weet het, maar Shaymin gaat nu die Machamp aanvallen. Ja, dat is kut, maar... Misschien doet hij Growth. Ja, hij doet Growth, oké. Okay. Icy Wind, oké. Okay. Low Sweep, oh, weer op mij. Oké. Okay. Yo, 4 keer? 5 keer? What the freak? Dit is eigenlijk alleen maar kut, dat we nu 2 allebei low level hebben. Ik denk dat je het nou killt, of niet? Ja, of ik moet missen. Ja. Fuck, dat had ik niet moeten doen. Ik heb nog geen Pokéball gegooid, dus niks aan de hand. Ja, maar het is wel zonde. Het is zeker ik was zonde, maar we zijn geen Pokémon kwijtgeraakt. Ja, oké. Okay. Oh ja, hij hield je Pokémon, dat is ook zo. Ja. Oh, die had ook leuk geweest, Frelish. Best een goede Pokémon. Nou, ik heb liever een Snowrun dan, denk ik hoor. Ja? Ja. Ik niet, denk ik. Ja, maar ik heb ook al een Water-type, ja, hè? Dat is waar. Eject button. Kan ik pushy mode. Dwebble en Latios. Kut weer. Ja, dat is weer echt ook... Echt weer fun is dit. Ik heb een Kling Klang en een Poliwhirl. Is Poliwhirl al fighting? Ja, toch? Nee, pas Poliwhirl. Hey! Gezondheid. Gebruik je nu nog speedbutton? Hoe? Wat? Wie deed? Pikachu! How dare you? Ja, what the keer frick? Vier, hè? Deed hij op jou? Ja! Nee, dat geloof ik niet. Wie moet het anders doen? De Kling kan geen Thundershock. Nou. Poliwhirl ook niet. Ik denk niet dat Pikachu jou aanvalt. Zo zit de AI niet in elkaar. Dat is dan toch Kling? Ik vind het raar. Ik heb de Latios verslagen in ieder geval. Hier, hij doet nu ook steeds geen. Ik geloof het niet, man. Volgens mij kan deze Kling oprecht niet. Maar jij hebt hem verslagen, zei je zo net? Ja, de Latios. Nice. Dus. Dan ga ik zo voor de relic... Ja, dan ga ik even gauw die Pokéball nog pakken. Ja, die moet ik ook nog pakken. Hé, hey, HM Strength. Of had ik die nu al gepakt? Strength. The chance is gone. Oh, jij gebruikt nog speedbutton. Vandaar dat het bij jou zo snel gaat. Ups. Ja, het is toch alleen maar die... Oh, ik had de dingen al gepakt, blijkbaar. Wat was het dan? Dit is hem niet hoor, de encounter. Oh ja, de eject button. Ja, dat wist ik wel. Waarom kan ik niet weg? Oh, dank je. Oh, okay. Ik ga er nu al in. De encountering is... Oeh! Wel power. Jij Kingler. Dat is wel water, dat is wel jammer. Backup air. Ja, doe jij maar eerst. Ik denk dat die voor jou lastiger is, namelijk. Je hebt een ultrabal. Ja, die pak ik net op. Je luistert oh, ja. Ook niet, hè? Jawel, dat... Nee, ik ben gewoon vergeetachtig. Ja, dit vindt hij veel mooier, zo'n great ball. Oh, even zo jammer.
Zal ik hem nog een keer tackelen? Ja, kan wel. Ik denk dat ik even ga recoveren. Slim. Ja, nu stoppen. Hey! Yes! Let's go, baby. Oké. Oké, ik kan misschien zelfs wel een winning attackje tegen deze guy aangooien. Denk ik. Ik denk niet dat het killt. Nee, precies. Oké. Ik ga Flygon heel eventjes healen. Of tenminste, ik ga eventjes naar de Pokémon Center. Voordat we die andere encounter in hier gaan doen. Echt. Stunspoor, ja. Nee, dat is wel sim. Limber. Oeh, hij kan niet gestunspoor. Zal ik dan voor een poison powder gaan? Dan heb ik wel meer kans dat hij zit. Maar dan zet ik er wel een timer op. Heb je wel, ja precies, heb je wel een timer. Maar ik denk, Kingler. Ja, ja, moet wel lukken. Oké, Pokeballings. Ja, vanaf nu kunnen we beginnen. Ja, ik zou dan wel Great Balls gooien als je een timer hebt. Ja, misschien wel. Je kan nu nog 2 Great Balls gooien, denk ik, voordat hij dood is. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat was niet slim om te poisonen. Toch niet. Yes! We hebben backup. Gelukkig. Oh ja, het is een backup pair. Ja, dan moet ik hem sowieso hier laten. Willemler? Yeah! Het duurde even. Ik vind hem wel goed hoor. Ja, het duurde inderdaad wel even. Nou, geeft niet, kan gebeuren. Hoe kut was het geweest als ze die Kingler in Gen, hoe heet het? In Gen 3 hadden gevangen. Dan was hij sowieso dood geweest nu. Oh ja, inderdaad. Want in Gen 3 kunnen ze dood. Yep. Van stappen. Oh, moet ik eerst nog... Nee. Laat me met rust. Ja, denk je. Het werkt. Jij hebt de eerste encounter nu, hè? Ja. Ja. Willem, learn, baby. We got hey, nog Willem, een lucky exie. Yo, geef ook even een aan mij anders. Jeetje, mina, man. Eens even kijken. Nee. Deze. op Arduino dan maar. I guess. Heb je nog genoeg pokeballs? Jawel. Ik heb maar 3 kunnen verbruiken, hè. Net. Oh ja. Ik weet nu al niet meer hoe ik daar kom. Maar... Oh, naar boven, naar links, naar beneden, naar links. Ja. Ik ben nu alweer kwijt. Naar boven, naar links, naar beneden. Beneden. Naar links. Oh ja, ja. Ik snap. Goed zo, Zandering. Yo, alleen maar Frillish. Ik vind het zo zonde als ik die Huip niet mee had genomen. Huip. Oeh. Ja, hij heet Huip toch, normaal gesproken in deze game? Nee, Huuk.
Huip is... Ah, bijna. Huip is iemand anders. Toxic Plate. Ah, oh, had ik nu maar een Crobat gehad. Ah, oké, okay, Sander. Leuk. Oh nee, een single guy. Oeh. I likey likey. Nee, maar oprecht. Ik ben wel voor. Jan? Kan wel handig zijn met Pokémon en Venonat. Poison. Oh, zal ik je die Toxic Plate even opsturen? Ja. Durf ik hem te tackelen? Ja, ik durf hem wel te tackelen. Oh, holy damn, hij doet veel. Doet hij nou nog een keer... Stunspoor, hit eventjes, ja, dank je. Ik heb een fan aan. Heb je hem? Ja. Zou ik ook maar pokeballs gaan gooien? Hij is wel in de... Ja. Ja, het is wel een Impoudon, hè. Deze guy is niet zo makkelijk. Ik hou niet van grote ballen. Nice. Dan ga ik voor zijn pokebal. Dat vindt hij mooi. Zie? Nee, niet zo heel mooi. Jezus. Ik moet trouwens even kijken, Sander. Want misschien dat dit een backup moet zijn. Omdat ik weet niet of Livani primary bug is of primary grass. Verder net is toch primary poison? Nee, primary bug. Nee, Livani is wel grass. Ik zal even kijken zo. Tof. Zou Arrowsphere killen? Nee, toch is niet stab. Dat is veel te veel. Oeh, wat moet ik nu doen? Ja, op zich, ik kan nog wel wat... Great balls gooien. Denken. Ja. 1, 2, 3. Please, please, nee! Het wordt sowieso een backup, want Livani is ook primary bug. Hoezo is Livani primary bug? Nou, wat kut. Omdat het een insecting is. En Livani is gelinkt met? Pelipper. Oh, dat is kut. Als het Audino was, dan had ik nog gezegd van. Wie is dan met Audino ook weer? Vaporeon. Oh, ja, tuurlijk. Dat klopt ook. We hebben hierna geen encountertje meer, hè, die kunnen vangen. Ja, we zouden naar route 4 kunnen, maar we kunnen ook gewoon eerst de gymleader doen. Dan kunnen we beter eerst de gymleader, want we hebben hem na de gym misschien ook nog nodig. Je hebt hem, nice. Maar zoveel moeite voor zo'n die Paudon is wel sterk, Pokemon. Hè? Die Paudon is wel sterk, hè? Ja, dat weet ik. Ik was ook blij met hem, totdat het allemaal niet werkte. Ja, maar... Er gaan toch vast wel Pokémon's dood, Sander, als je ons een beetje kent. En het is ook fijn dat we gewoon twee backups hebben. Wanneer is dat gebeurd in deze game? Nooit. Ja. Dat is waar. Als we nu doodgaan, hoeven we de run in ieder geval niet te beëindigen. Nee. We hebben twee backup-pairs. Maar dan word ik wel echt heel boos dat je... Een van mijn Pokémon heb gekild. Oh ja, want je gaat ervan uit dat jij dat niet bent die dat gaat doen. Ja, nee, dat weet ik ook niet waarom ik daarvan uit ging. Oké, okay, Clown Skitty. Sanders lievelings Pokémoning. Waarom? Maar wil je dat nu nog doen? Ja, we zijn al 19 minuten bezig. Snel weg hier. Oh, waarom moeten ze nou weer zingen? Omdat zijn ze dat... toch niet bij de Voice? Nou, dat doen ze ook niet zingen. Dat doen ze wel andere dingen. Ja. Nou, ligt eraan. Misschien doen we niet elke coach dat, hè? Nee, dat is waar.
Hoeveel is er nog van de voice cast over je hebt Luke Kleine? Die heeft allerlei shit gedaan. Ja. Je hebt Ali B en Marco, what the fuck? Je moet een Jirachi, daar ben ik ook weer echt gewoon niet blij mee. Nee, dat snap ik. Ah, oh, die heeft ook Wish en zo. Dat gaat echt stalfest worden. Nee, de Rest, lol. Ja, Rest heeft hij ook nog. Dit wordt nog wat. Oh, weer als die guy... Early Bird is dat volgens mij, dat je heel snel weer opwakkerd wordt. Nee, dat heeft hij niet. Oh, oké. Okay. Dit wordt echt een hel. Ja, dat is... Ik weet gewoon niet eens hoe ik deze ga verslaan. Hey, je moet wel even tegen deze guy praten, inderdaad. Want dan krijg je dus inderdaad zo'n freshwatering. Ja, maar hij blijft resten. Wat is dit? Ernst Bob. Ja, dan moet je stallen. Hoe hoog is hij? Level 20? Als hij mij crit, ben ik dood. Ja, maar ja. Oh, hij rest. Hij gaat... Met rest is hij gewoon full health, hè? Oh, nee, niet weer... Oh ja, wacht. Wing Attack was super effective. Dat weet ik. Als ik geen Water Absorb had gehad, had ik dat niet geweten. Nou, niet aan gedacht meer. Ik weet het wel, maar... Ergens vaag. Oh, ik heb nu ook Confusion. Is ook super effective voor deze boy. Ja, doe Water Gun. Wat? Kut. Ja, fresh water, die bitch. Ga ik winnen? Zie! Niet zie. Jawel. Nee, met Quick Attack, met Quick Attack gaat hij niet dood. Je hebt één Hyper Potion, waarom niet? Oh, hij kan Res doen. Ja. Doet hij niet? Oké, okay, je moet nu Quick Attack. Nee, hij doet rest. Ik zei nog, je moet nu Quick Attack. Nee, Sander, dat zeg ik. Je luistert weer eens niet. Dan is hij was niet dood. 1 AP of zo. Nee, dat zei ik net toch al, dat hij dan niet dood zou gaan. Anders had ik toch al eerder Quick Attack gedaan. Oké. Okay. Oh, gecrit. Nice. Wie? Audino voor jou. Oh. Maar ja, hij moet hem ook wel dood zien te krijgen. Ja, Psybeam gaat ook niet zoveel doen. Nee. Dat resist natuurlijk. Hij doet fucking veel damage en ik heb ook bijna geen healing items meer. Gaat hem niet dood, hè. Ja, Seaman is ook dood. Booming. Ik ben er zo klaar mee. Heb je die freshwater van die guy nog opgepakt? Oh, hij wordt wakker. Ah, zo jammer dit. Ik had hem kunnen winnen. Ik had hem gewoon kunnen winnen. En met die twee Pokémon's in de box. Ja, dat kan nog steeds, maar... We waren ook laag level, dus... Nou ja, ik had gewoon allemaal Pokémon van level 20. Ja, ik had allemaal level 17 mensjes. Level 20. Ik had er eentje van 20. Kijk, hier heb ik minder moeite mee. Omdat ik hier vind dat ik er niet zoveel zelf aan kon doen. Dat ik tegen een Jirachi moet, zeg maar. Ja, maar het is toch jammer. Baal je niet dat je al deze Pokémon... Oh. Ja, tuurlijk baal ik wel, maar ik weet dat ik er zelf niet zo heel veel aan kan doen. Ja. Maar nu moeten we wel echt gaan trainen hoor, want ik heb echt nul. Ja, ik weet ook niet hoe ik ooit die Jirachi ga verslaan. Waar is mijn fucking... Wacht even.
Ja, oké. Okay. Hij is daar. Nee. Maar je hebt nu wel andere typings misschien. Ga je ze releasen? Oh, take a lucky egg. Ik kan net zeggen dat ze vorige keer ook fout gegaan. Ja, maar jij hebt die lucky eggs ook nog natuurlijk. Klopt. Heb jij... Oh, je hebt ze al in je team. Oké. Okay. Je hebt nu wel een ground Pokémon, die is super effective. Ja, dat klopt. Dus als we die goed trainen, dan kun je die het Juratje wel verslaan. Ga je ze beide een lucky egg geven of ga je die Venonat een Die ga ik experience geven. Nou, dan lijkt het me slim om hier te stoppen, want... Dat denk ik ook. We moeten nu sowieso trainen... Tenminste, ik wil trainen tot level 20. Ik hoef niet hoger te zijn dan een gym leader, maar ik wil in ieder geval op de same level zitten. Snap ik. Oh, ability? Gluttony? Limber, oh ja, dat wist ik al. Jouw ability, Poison Torch, oh dat is wel handig voor een Venonat. Voor iedereen handig namelijk. En Suction Cups. Oh ja. Dus maar die switch out. Venonat die moet natuurlijk nog evolueren. Ja, dat is waar. En ook slechte aanvallen, holy shit. Oké. Okay. Goed, ik bedankt dan. Voor het kijken van deze aflevering. Ja, Bubble Beam is wel goed. Oh ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. En je bite, kaboom. Nou, jullie zien ons wel weer verschijnen. Doei. Let op, geld lenen kost geld ofzo.